Goedenavond mensen op YouTube en op Twitch. Ik ben Melvin en vandaag gaan wij de laatste twee chapters van The Quarry opnieuw spelen. Mocht jij kijken op YouTube, dan heb ik drie opmerkingen voor jou. De allereerste opmerking is, waar staat die? Druk op het duimpje omhoog, is heel belangrijk. Abonneer op mijn kanaal, dat is ook heel belangrijk. En ik lees alleen maar de chat op Twitch. Wat je hier ziet staan is de Twitch chat. Dit gaat een livestream worden, zodat mensen hem later in het archief kunnen terugkijken. Dus dan weet je dat. Goedenavond allemaal. Hallo Madison en een heleboel bekenden. We hadden ook nog een subje gekregen van Miss Grummybun. Dankjewel daarvoor. Goed! The Quarry! We gaan niet het hele spel opnieuw spelen. Dat wil ik gelijk even duidelijk maken. Ik ga ergens in augustus het spel nog een keer helemaal opnieuw spelen in een stream. Dat gaat alleen op Twitch gebeuren. Maar wat we nu gaan doen is alleen de laatste chapters opnieuw spelen. Dat zijn de laatste twee chapters. Chapter 9 en chapter 10. Die gingen bij mij niet zo goed. Nee, die gingen bij mij echt zwaar dramatisch. En ik denk daarom dat het heel goed is dat we dat nu al opnieuw gaan doen. Ik moet dat gewoon gaan spelen. Ik weet niet, ik zat er zo erg mee dat het zo kut ging en alles. En nu is het dus belangrijk dat we dit gaan doen. Ja, ik hoop dat jullie er zin in hebben. We gaan dus Chris neerschieten. We gaan proberen Dylan en Caitlyn levend te houden. Dit is natuurlijk allemaal spoilers, maar ik ga ervan uit dat iedereen de Let's Play op mijn kanaal heeft gekeken. Als je dit gaat zien, ja, daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Dus goed, kijk op YouTube. Er staat een linkje in de beschrijving naar Twitch. Ik lees alleen maar de Twitch chat. Dat is deze prachtige chat die hier ziet staan. Dat is allemaal voor YouTube niet interessant. Weet je, YouTube is gewoon niet zo leuk om op te streamen. Dus ik ben gewoon lekker ook op Twitch live. Maar goedenavond allemaal. Welkom bij de nieuwe stream. Hoe gaat het met je? Wat heb je allemaal gedaan? Hoe gaat het met je hamster? Een heleboel vragen. Het gaat goed met mijn hamster. Het gaat ook goed met mij. Ik heb heel veel zin in deze stream. En we gaan niet te lang lullen. We gaan spelen. We moeten dit echt goed gaan doen. Holy damn, jongens. Het is echt heftig. Waar moet ik mijn camera gaan neerzetten? Ik denk... Eens even kijken naar alles. Ja, zo. Ik denk dat ik hem hier ga neerzetten. Ja, het is echt ziek druk in de chat. Ik denk dat je aan het begin met Laura dat geweer niet moet pakken. Dan schiet je de dochter van Chris. Oh, shit. Maar ik weet niet. We gaan kijken. We gaan het proberen. Ik ga proberen zo min mogelijk de chat eigenlijk te lezen vanwege spoilers. Dat is voor mij ook het leukste. Dus ja, we gaan dit gewoon proberen. Top. Oké. Okay. Zijn we er klaar voor, dames en heren? The Quarry. Oh, daar zijn we. The Quarry. Ik heet ook Melvin. Hallo Melvin. Ik heet ook Melvin. Wat leuk. Melvin en Melvin. Dames en heren. We gooien even een confetti in de lucht. Want we gaan beginnen. We gaan beginnen met dit. Oh, namenrondje. Nou, ik heb al wat mensen in de chat gezien. We kunnen wel even wat mensen benoemen. Hallo. Zeg even allemaal hoi. Even snel een namenrondje. Zeg allemaal hoi in de chat. Ik wil zoveel mogelijk hallo's in de Twitch chat zien. En dan ga ik mensen opnoemen. Hallo Jaden, hallo Lisa Hartjes, hallo Casper is cool, hallo It's Dean, hallo Sam, hallo Broodje Bengel, hallo Raoul de Gamer, hallo Aviation, hallo Hugo Kaars, Haars of zo. Geld. Hallo Beukenbotje, hallo Kippenwater, hallo It's Melanie, hallo Dr. Moestas, hallo Daisy SP, hallo Sophie, hallo Tobian, hallo Welly, hallo Mikje, hallo deze chat. Check hoe snel. Hallo Mick Mikey's. Met je gekke 25 subgifts deze maand. Dankjewel. Hallo Luke. Hallo 5 Minutes Freddy stond er iets. Hallo, jezus, ik kan dit toch niet bijhouden, chat. Doe even normaal. Hallo Mr. Fietsbel. Hallo Sam weet niks. Waarom weet jij niks, Sam? Hallo Dutch Weasel. Hallo It's Me Flores. Hallo Noral. Hallo Melvin 5566. Hallo Knuffelfan. Hallo allemaal. Welkom bij de stream. Hallo Xiaan. Ik zag je nog net voorbij gaan. Hallo Pauline. Welkom bij de stream. We gaan beginnen. Let's do this. Oké, we gaan dus
naar hoofdstukselectie. We gaan natuurlijk één speler zijn, hè? En dan kunnen we hierop drukken. En hier staan alle hoofdstukken die we hebben. Dit is alles hoe ik mijn spel in de eerste keer heb gedaan. De keuzes die ik heb gemaakt. En de grootste fouten zijn gebeurd in hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Dus vandaar dat we alleen de laatste twee hoofdstukken in deze stream gaan spelen. Ik ga nogmaals in een andere livestream de rest spelen. Dus de rest wat hier staat ga ik ooit nog een keer opnieuw doen. Dan gaan we gekke keuzes maken waarbij bijvoorbeeld iedereen doodgaat of zo. Of dat we de familie Hackett in leven laten. I don't know. Er zijn verschillende eindes die je kan behalen. En het lijkt me nog leuk om sowieso een keer te gaan proberen. Maar nu wil ik gewoon even mijn fouten rechtzetten door hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10 opnieuw te doen. Alle keuzes die ik dus al heb gemaakt zijn tot daar gemaakt. Dus Dylan heeft zijn hand eraf. Nick is sowieso de, hoe heet het, de weerwolf die in die kooi vastzit. Jacob hebben we bevrijd uit de kooi. Een heleboel dingen. Dus ja. We gaan dus hierop drukken. Er staat hier gelijk een mededeling. Weet je zeker dat je dit opgeslagen spel wilt overschrijven? Alle voortgang van deze playthrough gaat verloren en kan niet worden hersteld. In ieder geval, Marto op YouTube, dankjewel nog voor jouw 1 euro donatie. Alvast een tip, altijd schieten. Ja, we moeten altijd schieten. Zijn we er klaar voor, chat? Ik ben er heel erg klaar voor. Laten we dit gaan doen. Ik doe het geluid wat harder. En we gaan het niet weer verpesten, nee. Als ik het verpest, dan geef ik 5 subgifjes cadeau op mijn Twitch kanaal. Ja. En dankjewel. Ja, Mikey. Shoutout naar jou op Manoontje haar stream. Even heel random. Ik weet wat er is gebeurd. Echt fucking lief voor jou. Ik gun het haar en je bent echt een bizarre gozer. Dankjewel. We gaan beginnen. Ah, dit wordt zo spannend. Ik weet dat ik volgens mij iedereen nog levend kan houden, maar oh, dit wordt echt wel lastig. Oh shit. Have you been there before? The scrapyard? Nah. Just seen the sign on my way to camp. What if we just like walk to the main road? This isn't the main road? No, this is all Hackett property. The main road is another mile that way. Wait, how do I know so much more about everything than you do? Wait, shut up. So basically, it's another hour walk to the main road, and then at least another 3 to 4 hour walk until we hit the nearest... whatever? Yeah. What was that? Let's just keep moving. Okay. So... hello. I guess this is me now. What? Veel succes en laat iedereen leven. Breed lachende smiley. Hookie McHookface. Hookie McHookface. Yep. Oké. Ja, we kunnen dus nu ook wat nieuwe keuzes gaan maken. Ik ga altijd schieten. Ik heb het gevoel dat ik nog iedereen levend kan laten. Ik weet het niet zeker. Maar we gaan het proberen. En iedereen levend bedoel ik natuurlijk de tieners. Zo gewoon positief reageren. We gaan gewoon positief reageren. En dankjewel voor het subby op Twitch. Super lief van jou. Yeah, I guess it's pretty unique. I could get different attachments for it. Yeah, man. Lean into it. One hell of a story, too. Yeah, I guess it's something to talk about on the radio station. We're all gonna be laughing about this in a few years. You, me, maybe even Ryan. Ja, even Ryan, ik hoop het. Denk je dat we onze kans hebben gemist? Kinda got close at the fire pit back there. Am I crazy or was something about to happen? It's always next year, right? Well, let's get through this year first. Hallo, welkom bij de stream. Als je... really matter anyway. It looks like we finally know Ryan's type. Confident. Heroic. With an eye patch. So pirates. Maybe she shivers his timbers. There. Oh shit. Relax. It's a motion sensor. We're okay. I think. Yeah. Oh look, steampunk's back in.
Ew. Come on, this way. Ja, tot nu toe is alles nog oké, okay, maar er gaan nog gekke dingen gebeuren, we weten het. Oh, we zijn nu bij Abigail. So what do we do now? Well, I guess we just make ourselves at home. Whip up some cocktails, see what's on the TV. Ik vind het toch, ik weet niet. Ik vind Emma vind ik gewoon eigenlijk heel kut. Ik heb iets met Emma wat ik niet heel leuk vind of zo. Ze is niet helemaal chill en alles en dingen. Een Markie Guy met 10 maanden. Ja, daar ben ik weer. Dankjewel Markie Guy voor de 10 maanden op mijn kanaaltje met een primepie. Dankjewel. En chat, ik zie een heleboel mensen het vragen. Even snel een vraagje op Twitch. Willen jullie dat ik de levens aanzet? Je hebt natuurlijk in het menu, ik zal het even laten zien. Als je naar instellingen gaat, naar... waar staat die shit? Toegankelijkheid heb je hier terugspoelen bij dood. Dat uit en aan. Willen jullie dat ik dat aan ga doen? Ja of nee? Top worden geactiveerd. Typ in de chat ja of typ in de chat nee. Ik wil ja of nee zien. Ik zie een heleboel ja al verschijnen. Typ ja of nee. Moet ik de levens aandoen? Ikzelf vind het minder leuk. Hello. Moet ik heel eerlijk in zijn. Maar ik zie zoveel mensen ja zeggen. Holy shit. Oké. Okay. Er zijn meer ja's dan nee's. Oké, okay, dit is wel een overduidelijke ja. Nee, dan verpest het het. Ja, of we gaan juist zo goed spelen dat we het niet verpesten. Dat kan ook. De mind games, de mind games. Maar we kunnen ze aanzetten, maar dan kunnen we ze alsnog niet gebruiken. Dat kunnen we ook doen, hè. We zetten het aan, omdat de meeste mensen nu ja zeggen. Maar dan gaan we daarna wel kijken wat er gebeurt, oké? Okay? Dat is denk ik nu de kortste klap om te doen. We doen hem dus aan. En dan gaan we daarna zien wat er gebeurt. Dank jullie wel voor het antwoorden op mijn vraag. Ik vind dat super lief. Het werkt echt top, jongens. Dat top worden. En Mikey, dank je wel voor het subgiffie. We hebben een hype traintje, maar ik ga hem niet hypen. Ik wil namelijk verder. We gaan nieuwsgierig antwoorden. Why are you always so positive? Oh, why do you keep asking me that? I asked you about your confidence, not your... whatever is happening right now. Ugh, I don't know. I guess I just... Geld. Don't like to see other people sad. En trouwens, nog 2 donaties. Dankjewel Nick. En dankjewel Dutchie. Ga je die familie helpen of je oude vrouw? Ik ga denk ik de familie helpen. Daar moet ik nog even nadenken. En Mikey, dankjewel nog voor het subgiftje. Ben je daarom steeds aan het filmen? Is that why you do the... internet video thingy? Internet video thingy? Whatever it is you call it. You know, people think influencers do it just for the attention, and maybe you do at first. But after a while, it's like, what's the difference between 4,000 rando likes and 100,000 rando likes? But I make people laugh. I act dumb and they laugh. Maybe that makes me dumb? Or maybe I just like to make people laugh. There's nothing wrong with that. Well, fuck this night, huh? Yeah. Come on. I want to hear you say it. Come up, Abigail. Zeg het. Fuck this night. Fuck it all the way to morning. Yeah! Fuck this night! Fuck this night, yeah! Slokje water voor Hurmpie. Put me down! Easy, Ma. Put me down, you old witch! Blow your fucking head off! Bitch! Ik ga hier de hele familie afmoorden, dat wil ik gewoon. Can't shoot what you can't see, darling. Oh. Oh, blijf er vanaf, Constance. Gotcha, blijf er vanaf, jongen, je stomme. Nee, joh, jij gaat zelf boeten. Ah!
Everybody stop! Constance. What the fuck is going on up here? Wake up. Wake up. Darling. Wake up. She's gone. Little Bobby. Marlon's gone. Aww. Hello. Yeah. No more party. No more protecting anyone. Travis. Shit! Ja, ik weet dat Travis... Oh ja, dan steekt hij hem neer. We gaan het mes laten zitten, ja. En dankjewel voor het verlengen, Melanie, van je subgiffie. Wordt echt enorm gewaardeerd. Shout it naar jou, dankjewel. Ja, chat, we gaan Travis laten leven, ik weet het. Okay. Alright, that's not good. Nee, we gaan het mes niet trekken. Dit was in mijn Let's Play op YouTube eigenlijk een hele domme keuze. Als je ooit wordt neergestoken, ik hoop het niet voor jullie. Dan moet je het mes altijd laten zitten als er geen hulp in de buurt is. Want natuurlijk ga je dan de hele bloeding ja, los trekken, weet ik veel hoe je het wil noemen. In ieder geval, dan moet je je tegen gaan. Dus wij gaan hem er niet uittrekken en dan heeft hij het mes. Dat gaan we doen. Ja, tips en tricks van Melvin. En dankjewel nog voor het subben, Thomas met een primepie. Maar goed, beoordeel de wond. We gaan hem dus, we gaan de wond... Ja, niet doen. We gaan hem laten zitten. Ja, yeah, I'm not doing that. En dit is nu ook een pad. Heel interessant. Oké. Okay. Nu we hier alles opnieuw moeten doen, moeten we ook alle kaartjes opnieuw vinden en alle aanwijzingen. Dus dat gaan we wel even doen, natuurlijk, om een einde nog steeds goed te laten krijgen. Oh, jongens. Waarom schoot je constant nou? Omdat ik niet alle keuzes anders wil doen. Ik ga nog een keer, voor de mensen die ook op YouTube kijken, een livestream alleen op Twitch doen waarin ik het hele spel in één keer opnieuw ga spelen. Puur om te kijken welke keuzes invloed hebben op bepaalde acties. Maar nu gaan we alleen de laatste twee chapters opnieuw doen. En mocht je kijken op YouTube, ik lees alleen maar de Twitch chat. Ik vind Twitch superieur tegenover YouTube als het gaat om livestreamen. De technieken en zo en alles. Dus wil je met mij chatten? Ga lekker naar het link in de beschrijving. Dat is wat ik wil zeggen. Ik heb zin in kroket. Heb je zin in een kroket? Dankjewel trouwens voor de hype train. Niveau 2. Wat enorm gedeerd. Ik vind het wel grappig hoe Ryan hier nu met zo'n mes in zijn zij loopt. Het is wel heel nice. Heel relaxed ook. Lekkere typfout van mij. Een hek goedenavond. Een hek goedenavond terug. Dankjewel voor de bitches. Wie is je favoriete karakter? Spuitmachine. Ik denk... Caitlyn. Ik vind Caitlyn wel het leukst. Komt een beetje soms kort uit de bocht, maar vind ik wel lachen. Ja, inderdaad. We moeten niet met het mes gaan stoten, want dan gaan we half dood, denk ik. Dat moeten we niet willen. En Ryan en Dylan zijn inderdaad ook wel leuk. Moet ik toegeven. Die deur moeten we nog niet naartoe. Waar is hier ook alweer die kaart? Of heb ik wel al die kaarten gevonden? Huh? Nee, ik moet die kaarten nog vinden. Huh? Oké. Okay. Waar was ook alweer die kaart hier? Ik kan het niet herinneren. Die was hier toch ergens? Oh, daar is hij al. Hatsenflats.
een tarotkaartje voor je boy Ryan en je boy Melvin. Nu moeten we hier door deze deur gaan en dan komt Bobby hier naartoe. Oh, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat we gelijk maar gaan verstoppen. Is verstoppen het beste? Misschien wel. In de kast. Ik vind onder het bed wel zo'n stomme plek, als ik eerlijk ben. We hebben die kast gezien dat die leeg was. Pas op! Ik vind Bobby ergens wel een beetje zielig. Ah, ik vind het zo naar! Nee, loop nou door! What the fuck? Oh mijn god, wat nu dan? Gaan we er serieus achterlangs? Wat is dit? Oh mijn god, Ryan. Bobby is doof en Ryan heeft echt ballen van staal en een mes in zijn ribben, maar dat is het te zeiden. I'm close. Stand by. Over. Ja, joh, dat doet hij dan niet stil. Dit is voor de rest echt letterlijk hetzelfde wat ik in mijn eigen Let's Play eerder ook heb gehad. Oké. You can't hide from me in my own house, fucker! You're a fucker. Zo, so, you're a fucker, hey! Oh, Ryan, die gooit... Oh shit, we zijn met Laura. Oké. Okay. Gewoon rennen. Ik deed dat de andere keer ook. Weet je, fuck die Constance. We zijn toch al een wolf aan het worden. Ze rent hier ook zo gek. Oh, slechtste comeback ooit, inderdaad. Oké. Okay. We kunnen hier met de piano spelen. Nou, dat gaan we dus echt nooit een keer doen. We kunnen dat wel proberen als ik het opnieuw een keer ga spelen, maar dat gaan we nu niet doen. There are bears around here. Ja, hele gekke beren. Nee, ik wil nu niet de piano spelen en alsnog dingen verneuken. Ik ben wel benieuwd hoe Silas eruit ziet, ja. Wat is dat toch met die beren? Ja, ik weet het ook niet. We kunnen wel even die hint bekijken. Waar staat dat ding? Aanwijzingen... En dan... Nee, dat is verschroeide sheriff's badge. Hier, muur met jachttrofeeën. De buit van de jachtdrift van de Hackett. Je zou denken dat ze de kogelwonden en tekenen van letsel zouden willen verdoezelen. Misschien dienen ze als herinnering aan het feit dat deze dieren zeker dood zijn. Beetje duister en zo, als je het mij vraagt, maar goed. Hier hebben we ook nog hints liggen. Dit moet genoeg zijn voor een kroketje voor Bobby. Ja, zeker is dat genoeg voor een kroketje. Dankjewel, Miss Grumpy Bum. Voor de 1,69. Vond dat Mikey Griekse YS17 zon lieve gast is, Dens. Dankjewel ook voor die donatie. Dat is als je 1,69 doneert. Als je ook op YouTube kijkt, als je 1,69 doneert, krijg je dat. Ja, dankjewel ook Daisy. Dit is ook de Hackett stamboom.
Waarin we kunnen zien dat Caleb en Kaylee Hackett dus zijn van Chris en zo. En dit gaat over de auto van Max en Laura. Dat ze die hebben achtergelaten. Zo heel slim. Ja, ik weet ongeveer dat we de agent inderdaad maar moeten levend laten eerst. Is wel belangrijk. Laten we hier maar gewoon langs gaan. Hier heb je zometeen nog die kaart, toch? Of niet? Ja, hier. Als je hier naartoe loopt, heb je die... De zon. Wat is het leven fijn als kolonel KSNL abonneert op mij. Dankjewel voor het subben. Druk G. Waarom vertrouw ik dat niet? Dat slokje was voor Robin in the house. Goed, voor mij hebben we hier voor de rest niks. We hebben hier nog deze stoppenkast staan. Ik ga keuzes ook hetzelfde doen als ik eerst deed. Ik wil niet te veel andere eindes nu al creëren. Dat komt omdat ik gewoon mijn keuzes die ik fout heb gedaan goed wil doen. Oh. How do you do it? We ain't playing games no more, little girl. Oh, shit. Fine, motherfucker. You know something? I ain't got enough silver to kill you. But I sure to hell can make you suffer. Ik zag die persoon net wel staan bij het raam, mensen. Ik ben niet blind. Oké. Lekker, Laura. Boah. En nog een keer. Boah. Ons weerwolfje. Boah. Wie er bij de raam stond is voor mij de Hack of Hackett's Quarry. Voor de mensen die dat zagen. Ja, ik weet niet. Dit is een keuze die ik heb gedaan. Weet je? Ik weet niet of het de meest slimme keuze is, maar goed. Ja, ik heb dit in mijn eerste Let's Play ook gedaan. Dit is wel kut dat Nick nu vrijkomt. Maar in mijn vorige Let's Play heeft niks gedaan. Hey! Ja, ik vind Travis wel zielig. Travis is wel de meest zielige persoon. Laten we eerlijk zijn. Ik vind Abigail leuker dan Laura, denk ik. Nee, ik vind Laura leuker. Wat zeg ik nou? Wait! F voor Travis. This isn't gonna be too pleasant for you, I promise you that. Ja, ik weet dat de grootste fout die ik heb gemaakt is dat ik niet schoot. Dus we gaan schieten. Ik ben ervan op de hoogte, chat. Ik weet het. Oh, Bobby. Oh, Bobby toch. Hoezo schieten is strafbaar? Ja, weet ik. Maar we moeten het wel doen in dit spel. Ik weet niet of Chris het kan overleven en dat je de vloek verbreekt. Volgens mij is dat niet mogelijk.
Dit is wel een geinig geluidje. Succes met de stream. Dankjewel voor de 1,69 bolverkoper. Ik waardeer het enorm. Ik vind het echt eng dat dat mes er nog steeds in zit. Eén keer tegenaan stoten en je gaat dood, joh. Of in ieder geval één keer tegenaan stoten en het gaat verkeerd. Dit is nu wel anders dat ik het mes heb. Ik waardeer het ook van je. You gotta help me. I do? Yeah, I promise. I won't tell anyone anything. No, man. Family first. Besides, I'll get in trouble. Ja, what the fuck? Steken toch? We gaan hem gewoon steken, kom op! Ow! You stabbed me! Yeah, fucking hurts, don't it? I ain't never been stabbed Payback. Before. Payback! Leave me alone! Ow, it really hurts! Dad! Dad! What the fuck? Het is wel een beetje een papa's kindje. Hey, it's me. Ook nog een keer dankjewel voor de 69 bolverkoper. Oh, you know, nothing out of the ordinary. Inderdaad, Ryan. Oh, Ryan. Oh, how bad is it? Je negeert mijn berichtje pot verre, Dickie. So sorry. Ik reageer er straks op als het cutscene voorbij is. I keep trying to fix it. Whatever this is, people keep getting hurt. First Max, now you. We gaan wel gewoon weer sympathiek reageren. We doen weer sympathiek. En dankjewel voor de 2 keer nog 1,69. Ik waardeer het ook voor jou. Ik waardeer het ook voor jou. Hé, hey, we zitten op 1 lijn. Dankjewel. Ik negeer jouw berichtje niet. Als je doneert of abonneert en ik reageer niet, dan komt dat omdat we midden in een cutscene zitten. En dat ik jou... Jongens, allemaal even in de chat. Nou, voor bolverkoper nog 1 keer even in de chat. Dankjewel voor je donatie. It's not your fault. I didn't have to come here. I shouldn't have let you come. You're not the boss of me. Sorry. It's okay. Am I dying? You've lost a lot of blood. But it'll heal though, right? Wait. Maybe it will. Hoe lang zal ik nog doorgaan, denk je? Ryan. If you let me bite you. What? If you let me bite you, it means you'll be infected. Which means it will heal. Yeah. But it also means... Yeah. Yeah, I got it, Big Bad Wolf. Ryan, I don't have much time. I can feel it, like it's fighting to get out. If you let me bite you and you heal, then laat haar bijten. It's not killing Chris, it's killing a werewolf. It's saving your own life. And mine. And Max's and your friends, too. Ik heb let in mijn... Me. Yeah. And live to kill Chris Hackett. Or bleed out and die. Pretty much, yeah. We moeten wel laten bijten. It's your call. For now. We moeten hier wel laten bijten, anders gaat Ryan dood. Ik moet het accepteren. We weten dat Ryan straks het moment krijgt om Chris neer te schieten. Dat ging in mijn eerste Let's Play fout. Stomste keuze ooit. We moeten laten bijten. Als daarna
Ryan Christ neerschiet, dan is als het goed is die breuk of die vloek verbroken. Dus we moeten dit accepteren. Do it. Okay. Nice and tender for you. Nice and tender for you. Om nom 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 nom. Dit gaan we niet doen. We gaan niet terugtrekken. Ziek hoor. Hoe lang zal ik nog doorgaan, weet ik niet. Bol verkopen. Je should start to feel better soon, I guess. Ze bedacht een kroketje erbij. Ik ook. Ik kan het. Nice. Geld. Nou, we gaan nu terug naar, hoe heet het toch? Naar Dylan en Caitlin. Dit ging in mijn Let's Play allemaal goed, dus we gaan nu gewoon dezelfde keuzes maken. This guy's never throw anything out, huh? So, do you want to give me some direction on what we're looking for specifically? Well, most of these cars look like they've already been stripped for parts. Just empty frames and chassis, which doesn't help us much. Okay, so we're looking for engines? Well, anything relatively intact. Got it. Okay, dankjewel nog voor de donaties, Jasper en Bol te kopen. Bolverkoper geeft gewoon 5 abonnees cadeau. Bolverkoper, what the fuck? Op Twitch, geef deze man 5 subgiffies. Dankjewel, joh. Shoutout naar jou. En hallo Melvin, kan je een van deze spellen opnieuw spelen? De spellen zijn Outlaws, Visible en Soma. Misschien een keer op stream. Ik ga ze niet opnieuw spelen op YouTube. Daar vind ik het gewoon niet meer interessant genoeg voor, ben ik wel eerlijk in. Maar goed, mag ik op Twitch wat hartjes in de chat? En als jij kijkt op YouTube, dan heb ik 3 opmerkingen voor jou. De allereerste opmerking is, druk op dat duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En ik reageer alleen op de Twitch chat, want dat komt omdat Twitch gewoon wat superieurder is dan YouTube livestreams. Dus ja, dat wilde ik even zeggen. Dankjewel voor het luisteren als je op YouTube kijkt. Wat vind je leuker, The Quarry of Five Nights at Freddy's? Vind ik niet te vergelijken met elkaar. Hier lagen wel wat hints, dacht ik. Beneden of alleen boven? Oh ja, dit was die knop. Dan gaat die hek, die poort open. Die hek. Maak hier een video van op YouTube. Dit wordt gewoon een livestream op YouTube. Ik ben nu ook live op YouTube. Oeh. Are we gonna end up in a documentary? Hello. No. Shut up. Come on, let's go. Dankjewel voor de hartjes, chat. Nu is het genoeg. En bovenkopen met nog een subje. Dankjewel, Picky. Aan Sietse. Sietse is cool. Ja, Sietse is heel cool, want hij heeft nu een kroketje voor zijn naam. Wat ik wilde zeggen. Iemand vroeg in de chat. Wat vind ik leuker? Until Dawn of The Quarry? Goeie vraag. Ik vind het een moeilijke. Until Dawn vind ik leuker, maar Quarry is wel best dichtbij. Until Dawn vind ik het verhaal leuker. Maar de Quarry heeft keuzes die voor mijn gevoel meer invloed hebben. Ja, Tom heeft weer een subby hoor. Tom, jij was hier echt fucking vroeg bij op mijn kanaal. Je hebt gewoon die first badge. Maar goed, dat is dus denk ik mijn mening. Until Dawn blijft mijn favoriete horrorspel. Until Dawn was gewoon het verhaal
so sick. Who's T? Travis. Looks like these guys were cooking the books a little. Dodgy. You said it. Ja, bovenkoper is wel king hoor. De goat. Gekke man met al zijn subgiffies. Dankjewel joh. En al die 1,69's. Oh. Maar ja, Until Dawn vond ik het de plot twist. Zal ik nooit meer vergeten hoe dat was. Dat je eerst denkt dat Josh overal achter zit. En uiteindelijk zijn het die Wendigo. Zo goud. En in dit spel heb ik een beetje het gevoel van, ik wist het te snel. Misschien komt het omdat ik vroeger Dolfje Weerwolfje heb gelezen. Van Paul van Loon. Ik had heel snel door dat het iets met weerwolven moest zijn. Toen Nick werd aangevallen en toen die volle maan in zicht was, zat ik echt zo van, ja, er moet iets met weerwolven komen. En ja, toen was het zo. Yo Melvin HGH, ben een grote fan. Kun je shout-out geven aan mij, Bara en Alex? Hé, hey, bolverkoper, dank wel nog voor een subgiffie. Gekke man, joh. Super lief. Echt heel lief. En Dr. Yesseer. Shout-out naar Bara en Alex. Dank je wel voor de 1,69. Ja, bolverkoper. Gekke man, joh. Welke game vind je enger? Until Dawn. Until Dawn was enger, omdat ik nog nooit had gehoord van een Wendigo. En we zijn dus bezig met de laatste twee chapters opnieuw uit te spelen voor de mensen die later zijn gejoined. Ik heb een hele let's play op YouTube staan en dit zijn de laatste chapters, want daarin ging bij mij alles fout. Ja. Ik denk Brian's okay. He knows what he's doing. Lekker weird pink roses. Hallo Sam Army. Nou ja, leuk uitzicht daar, hebben we helemaal niks aan. Ik heb de hele tijd mijn webcam nu links onderin gehad, maar is mijn webcam niet beter rechtsboven in chat? Ik heb er zelf nog helemaal niet over nagedacht, maar ja. Ja, op streams doe ik meestal linksonder, inderdaad. Maar het is waarschijnlijk wel wat beter om hem rechtsboven te doen. Ik vind het irritanter daar. Ja, waarschijnlijk ga ik niet iedereen blij kunnen maken met mijn keuzes. Caitlyn is wel fucking stoer, hè, met die shotgun. London Tipton. Geld. One and only. Geld? Omdat Mikey het niet heeft gezien, hier opnieuw voor jou. Daisy, dankjewel voor je eurotje. En dat is een shout-out naar Mikey. En nog een... Oeh. Bolverkoper met nog een subby. Bolverkoper, gast. What the fuck, nu moet je ophouden. Dit gaat helemaal gek. Allemaal nieuwe subjes. Ongelooflijk, maar waar. Stel, gaat een kind op zomerkamp, komt je kind ineens terug met één hand. Hoe ga je dat thuis uitleggen? Hoe ga je überhaupt alles uitleggen wat hier is gebeurd? Laten we eerlijk zijn, er is hier te veel gebeurd. Melvin, heb je ook de Dark Pictures Anthology gespeeld? Ja, alle drie. Ik heb Man of Medan en Little Hope heb ik beide twee keer uitgespeeld. En hoe heet die? Die allerlaatste. Ik kom even niet op de naam. Die heb ik één keer gespeeld. Heb ik hier nog hints laten liggen? Ik weet het niet meer. Nee, Little Hope is met dat stadje. House of Ashes, dankjewel Lilalu. Die heb ik één keer uitgespeeld. Ja. Bolverkoper de strijder. Ja, Bolverkoper is gekke strijder. Ah! Sorry, that was scary. Jumpscare.
That's so annoying. We are being hunted by literal monsters, and this is what bothers you? Yeah, both are bad. Je minst favoriete laikoes? Ik vond House of Ashes juist het leukste. Wat nu komt is het laatste wat ik ga doneren. Vind genoeg geld voor nu. Hartjes in de chat alvast. Hallo. Mag ik wat hartjes in de chat voor de gekke bolverkoper en voor de gekke Mikey? Dankjewel. Iemand vroeg of ik alle tarotkaarten vind. Nou, kijk eens aan. Ik heb ze hier bijna allemaal. We moeten die nog vinden en die allerlaatste. Wat vind je deze ook alweer? Oeh, die is straks toch? Kijk eens aan, wat een liefde. Ga je ook nog Dying Light 2 uitspelen? Dit zijn allemaal random vragen tijdens deze Let's Play, maar dat komt natuurlijk omdat ik live ben. Wat is dit trouwens? Oh, dit is allemaal informatie nog, joh, over de opgraving en zo. Wat grappig. Dit heb ik nooit echt allemaal gelezen. Hoewel het belangrijkste deel van de groeven overstroomde en veranderde in het meer dat je nu ziet, bestaan er nog intacte gangenstelsels die tot onder de randen van het kamp lopen. De grond boven de gangen is gevaarlijk, maar wees gerust, we zorgen ervoor dat uw kinderen hier niet komen. Let op, verboden terrein, indringers worden berist. Dat is het Hackett's huis, daar zijn Laura en Rijn, dat is het voorouderlijk huis van de familie Hackett. En de sloperij, daar zijn we nu met Dylan en Caitlin. Dat is nog een geslaagd familiebedrijf en bevindt zich net buiten het zomerkamp. De winst uit deze lucratieve sloperij wordt samen met jouw bijdrage gebruikt om het niveau van... Oh, top. Prachtig. Heerlijk. En eet smakelijk, Lars, met je heerlijke broodje kroket. Nou, top. Dit hebben we allemaal wel een beetje gezien. Aanwijzingen hebben we hier nog allemaal. Die verschroeide sheriff badge. Dat is die... Ja, Travis heeft zijn macht als sheriff gebruikt om zijn familie te helpen. Dat hebben we ook gezien. De muur met jachttrofeeën. Dat is die gekke. En de Hackett stamboom. We hebben ook een paar niet gevonden. Ik vind dat zo gek. Maar dat is toen ik dit spel net ging spelen. Toen heb ik dat allemaal niet echt gevonden. Maar goed. Laten we verder gaan met lopen. Er is hier geen tarotkaart meer toch, chat? Ah! Dat was schrikken, HE. Dankjewel, Quinn Babe, voor de 66. Fucking hell. Mijn keel is nu helemaal verpest. Dat was niet zo lief. Oh, dankjewel. Dat was wel echt. Was ook weer heel lief. Maar ook niet. Was hier nog wel een kaart? Ik heb net de dood gevonden. Ik heb net deze gevonden hier, chat. Even voor de duidelijkheid. De oordeel. Die heb ik hier net gevonden. Dan is die ene is toch ergens anders? Ik weet niet meer hoe dat was. Ik heb deze tarotkaart net gevonden, chat. Dat is oordeel. Waar is alleen die laatste? Ja, de volgende vind je met Abigail. Dankjewel, ik weet het alweer. Ik weet het alweer. Shout out naar jou, dankjewel. We gaan straks inderdaad nog die basement in van het het hoofdhuis. Nou, dan hebben we hier alles gevonden, dacht ik. We kunnen hier nog achterlangs, maar hier is ook helemaal niks. Yes, ik weet het weer, Hanna. Waar vind je die dan? Ja, bij de ingang van die kelder. Daar waar we namelijk naartoe moeten. Mijn processor is trouwens best warm. Maar mijn PC die heeft geen problemen. Dat even tezijde. Dat is mijn probleem. Waar is zijn hand heen? Daar hebben we iemand in de chat die dit spel niet op mijn kanaal heeft gekeken. Of überhaupt heeft gevolgd. Er is een afgesloten plek op dit plekje. Dat terug? Wat is dat terug dan? Iemand in de chat, Savannetje, die zegt dat er wat terug is. Ja, misschien moet ik dat wel eens een keer doen, Frank. Maar ik weet niet zeker. Nee, hier is niks. Ik denk dat je in de war bent, Savannetje. Hallo! Geef je nou aan mijn nieuwe moderator een subje? Ongelooflijk, dank je. Dankjewel voor dat subbie bolverkoper. Gekke man. Je hebt gewoon bijna solo macho van de troon gestoten. Liefde naar jou. Nee, er zijn hier geen tarotkaarten meer. Ik laat me niet meer afleiden door de chat. Laten we doorlopen.
Laten we hier maar nu al die acties gaan ondervinden. Ja, maar we hebben straks nog een stukje, Savannetje. We gaan straks nog met Laura en Abigail in die kelder bezig, weet je nog? Dat is al een hele tijd terug, maar daar gaan we naartoe. Look. So, you ever operated a crane before? I actually used to be pretty good at the claw game at my local arcade. The kids used to call me the grabber. No, uh-uh. Oh, I hear that now. Look, why don't you see if you can lower it down so I can take a look under the hood? Geef me dekking. Sure, yeah, sure thing. Just watch my back, yeah? Yeah. Ik heb het spel al uitgespeeld, chat, voor de mensen die het niet begrijpen. Ik heb het spel al uitgespeeld. Op YouTube. En ik had hele domme keuzes gemaakt in de laatste twee chapters. Praat eens Limburgs. Enne, aug enne. Dat is alles wat ik kan. Right. Looks like somebody's mom never taught them how to clean up after themselves. Okay, let's see what we're working with. Alright, not too complicated. Welcome back, grabber. Now you're falling away, will you? What the hell is going on? My bad. Okay. Alright. Here goes nothing. Yay, bay, ik ook. Vind ik ook. I think I found my calling. About time! Well, maybe we can see if we can try and get this thing running. Score! Waarom moet ik tuteren? Tuteren. Oh shit. Caitlin waarschuwen. Hou op! Waarom doe je dat midden hier? Dat mag niet. Daar komt ie. What? Hi! Oh shit. Jullie zeggen hier toeteren, maar ik geloof jullie niet. Waarom moet ik toeteren? De chat op Twitch die gaat mijn keuzes in de war brengen. In mijn Let's Play op YouTube heb ik een klap gegeven. En nu gaan mensen... Dus de helft zegt toeteren en de andere helft zegt niet toeteren. Het blijft hetzelfde, bro. Serieus? Ja, maar wat moet ik hiermee? Bolverkoper geeft gewoon 10 abonnees cadeau. Bolverkoper. We zitten midden in een discussie. We zitten midden in een discussie en de legend deze stream, Bolverkoper, gooit 10 abonnementen. Gast, what the fuck? Ik wil niet toeteren. Ik vertrouw het toeteren niet. Ik wil gewoon eerst de keuzes doen die ik ook heb gedaan. Dan moet Bolverkoper... Nee, ik... Dan moet Bolverkoper kiezen. Dankjewel voor de 10 subs. Ik ga denk gewoon voor save en niet toeteren. Nee, als ik niks doe, dan ga ik doen.
Toeter er gewoon, het stelt niks voor. Met toeteren moet je extra... Oké. Het stelt niks voor. En als ik dan die quicktime events niet doe... Niet toeteren! What the fuck? Dit is net zoals die... Als die meme. Niet toeteren! Chat, ik vind het niet leuk. Waarschijnlijk heb ik of Dylan of Caitlyn die gebeten of dood kan gaan. Want je hebt natuurlijk de quicktime events. Dat is waarschijnlijk het enige. Ja, jongens. What the fuck moet ik hiermee? Dit vind ik helemaal kut. Dankjewel, Totally Not Bella, voor nog 100 bitches. Chat, ik vind het heel kut. Ja, wolven konden slecht tegen geluid vorige keer. Ja, maar sommige mensen die hebben de let's play bij andere mensen gezien. Niet toeteren tutu. Niet toeteren tutu tutu. Niet toeteren! De Red Bread toeterde ook. En bij de... Ja, oké. Heel veel meer mensen zeggen nee dan ja. We gaan niet toeteren. We doen gewoon de quicktime events bij Caitlyn. En dan komt het ook wel goed. Doe anders een leven daarna. Ja, maar ik wil niet levens gebruiken. Er zijn meer mensen die zeggen nee. Dylan hoeft niet dood te gaan als ik mijn quicktime events doe. De meeste mensen zeggen nee. Nou ja, oké. Dan gebeurt hetzelfde, Melvin. Oh ja, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk, jongens. We gaan toeteren. We gaan toeteren. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt. Jullie zeggen dat het gewoon kan. Shania zegt zelfs dat het gewoon kan. Nou, fuck off! Wat is dit nou weer? Chris gaat sowieso bij mij dood. Hou op, ik vertrouw er geen kut meer van. Nee, ik denk dat... Ja, nou, nu weet ik het. Nee, ik ga niet toeteren. Nee, oké, iedereen zegt niet toeteren. We gaan niet toeteren. We gaan auto een klap geven. Jongens. Jongen. Dit was veel te veel gekut. Voor niks. Oh, shit. Chat, wij gaan nooit meer een discussie volgen. Ik vind het helemaal kut. 400 mensen discussie, mijn hart kan dat niet aan. Dylan, thank you. You actually saved my life. For realsies. Yeah, you know, no sweat. I just can't wait to see who they choose. What? To play me in the movie about how brave I am. Don't push it. Okay. So much for our brilliant escape plan. Okay, back to the lodge. Are you nuts? Better than being out in the open. Come on. Dus, we hebben gewoon hetzelfde gedaan als de vorige keer. Wat saai. Ik ga dit nog een keer spelen hoor. Rustig maar. Volgende keer toeteren we. Ja. We can't just sit here. Why not? Dylan said it's safe here. Yeah, I don't want to be waiting around. But that's literally all we need to do. Just wait until morning, right? Fine. But we need protection. Go see
what you can find. It's better than just sitting around. Nee, Dylan heeft zijn hand niet terug, maar ik weet wel hoe je de hand terug kan krijgen van Dylan. Het is heel bizar. In chapter 2 kan je die deur ingooien of niet. Met Emma en Abigail. En deze hebben we nodig. En als je dat dus niet doet, dan... hoe heet het? Ga je gekke shit doen. Dan ga je hele andere scènes krijgen. Oh, Axero. Ja, jouw naam zegt me nog wel wat. Hey, Jolly, twee oliebollen. Hier is jouw slokje water. Hope it holds. Hope it holds. Ja, dat hoop ik ook. Vorige keer gingen wij gelijk de trap op. Daar heb ik ook spijt van. Want dat wist ik niet dat dat de plek was waar we naartoe moesten. Dus we kunnen hier nog even een beetje koenkeloeren. Of hier misschien nog iets anders aan de hand is. Want hier heb je bijvoorbeeld ook iets achter Emma staan. Een powerbox. Met een surveillance room. Hey, daar mist de fuse. Huh. Looks like the main fuse is gone. That's why there's no power. Why would somebody do that? What is it? Silver shells. How'd they get down here? The hunter must have dropped them. It's probably how he got upstairs and attacked Caitlin. These fucking guys are everywhere. Lust je kaas, Melvin? Ja, ik vind kaas lekker. Ik heb een tijdje terug nog op een stream op Twitch kaaskroketten gegeten, omdat mensen 5 euro hadden gedoneerd. Was echt wel lekker. Ik kan die kaaskroketjes wel aanraden. Maar goed, voor mij heb ik nu alles wel gevonden, toch, hier in deze basement. We hebben dus die kogels gevonden. Ik weet niet wat dat voor de rest invloed heeft op iets. Is dat hier ergens? Nee. Bewijs. Ik mis ook één bewijs. Dat is in chapter 7 geweest. Of 6 zelfs. Zo stom. Het zijn ook al die paden. Kozen voor het mes niet uit zijn steekwond te halen. Ryan moest oppassen zijn wond niet te verergeren toen hij vluchtte voor Bobby. Ryan haalde het mes uit zijn wond en stak Bobby neer. Ryan accepteerde Laura's aanbod om te bijten. Oké. Okay. Jacob besloot uit de kelder te bevrijden. Ryan slaagde erin. Jacob scoort over het te bevrijden. Ryan en Laura hoorden meer van het gesprek tussen Travis en Constance. Alle koorden gingen open toen Laura de stoppen. Ja, ik weet niet of dit nog invloed gaat hebben. Nick is nu ontsnapt. Oh. Abigail en Emma vonden zilveren patroon in de schuilkelder. Oké. En boven de wet. Ja, dat heb ik gezien. Nou, top. Laten we maar die trap omhoog gaan. Ja, dat denk ik ook, Daisy. Oh, I'm just... checking out this ladder. Ja, ik ga hem nu niet doen, de deep dab. Tiny little door up there? Van wie is hij überhaupt? Ik zie het niet eens. We'll open it up. Why? We don't know what's up there. Exactly. Have you not been paying attention, like, at all? Okay, what I mean is... it might be good for us to have an escape route. You know, we don't know what's up there. The lodge, they're... there also could be a way for us to defend ourselves. Okay. Guess that makes sense. Er zijn mensen infected, maar nog niet dood op dit moment. Dat was close. Oh, Sjaan, ja. Sjaan, waarom heb jij de deep dab gekocht? Ik zie hem namelijk niet in het lijstje links staan bij mijn scherm.
I don't know. Nick is geïnfecteerd, Ryan en Laura. Oh fuck, nu hebben we dit. Ja, ik bedoel, mijn schermpje is te klein, Wesley Holmes. Oh, they ain't getting through there in a hurry. Man, this place is huge. I might need to rest a bit. You'll feel better soon. Cool. I'm feeling pretty good, actually. What are you doing? Stop it. Do you smell that? No. Never mind. Let's just find another way down. A way to Chris Hackett. Or just a way out, maybe. I'm done being chased and stabbed. Sure. And another way out. Fine. Do you smell that? Is een reference naar dat Laura bijna weerwolf wordt, want weerwolven ruiken elkaar in dit spel. Vond ik wel een leuke touch. Huh. What's that? Proof we're on the right track. Stay close. Yeah, all the better to see you with, my dear. Shh. Chat, jullie weten dat ik mee kan lezen, hè? Als nu de hele chat gaat zeggen... Sean, laat Melvin schrikken! Dat zie ik staan, hè? Waarom leek het alsof daar iets te doen was? Ik heb ooit wel eens geschrokken van Shania toen ze hier opeens binnen stond, maar meestal hoor ik en zie ik het wel. De enige manier waarmee jullie mij kunnen laten schrikken is door mij te doneren. Doordat ik gierig ben. Watch your step. Yup. Of sellout bedoel ik, gierig, sellout. Maar goed, we gaan hier door en we moeten zo meteen gaan schieten. What was that? I think... We found Chris Hackett. I think we found Chris Hackett. Son of a bitch. Dat is Bobby. Bobby ligt nu opeens op de grond. Oh shit, ja. Zo smerig ook. Even in de chat voor Bobby en we gaan schieten, chat. We gaan schieten. Holy fuck. Dit heb ik dus nog nooit gezien. Vanaf hier heb ik alle let's plays die ik een beetje heb gezocht op YouTube, heb ik gewoon niet verder gekeken. Ik was namelijk benieuwd wat er ging gebeuren, maar ik wil het zelf ervaren. Thanks. For not killing me. Yeah. What the fuck? So, what now? Everyone's
back to normal? What? Oh. You think this is over? This isn't over. I don't understand. Chris is dead. Chris wasn't the first. Oh, shit. That's not possible. Caleb. Kaylee. The girl you killed? Her brother. What? Caleb bit Chris and Kaylee. Chris was just trying to protect him. He was a good man, my brother. Well, then, who bit Caleb? Silas. They've been tracking him for years. He's a... gypsy. Gypsy, transient. He'd been long gone from the area, but we hoped he'd come back so we could end this. Anyway, there's sightings up and down the coast. A feral albino child. Giant white wolf. White wolf. What? What'd you say? Where? Where'd you see it? Hey, let him go! At the cabins earlier tonight. Okay. Okay. Okay, it makes sense. It all makes sense. He must have been back for months, and he's what ran you off the road 2 months ago. Help me. Help me. We can still save Caleb. We can still save what's left of my family. Aww. We can help those who are still alive. Waarom? Wat zijn dit voor kut antwoorden? Damn. Dit is wel echt bizar, joh. We hebben gewoon de hele familie van Travis gemoord, maar Travis blijft gewoon nog lief naar ons. Travis die wil ons gewoon nog helpen. Dat is zo bizar. Travis is echt wel aardig. Ik wil niet gemeen doen. We doen achterdochtig. Ik vind achterdochtig beter dan gemeen hier. Why the hell should I trust you? I'm not asking you to trust me. I'm telling you we can end this. We kill Silas, everyone gets better. Everyone, I'm still alive, anyway. Aww, so zielig! Okay, so... where would we even find him? I know exactly where to find him. Okay, let's go. Okay. This doesn't mean I forgive you for what you did to me. I understand. Can someone please get me some fucking clothes? Ja, dat is wel fijn, denk ik, inderdaad. Wat kleren. Ja, Silas is dus de opperwolf. Dat is die wolf waar we al eerder over hebben gehoord. Ook in mijn Let's Play op YouTube. Maar wat fucking vet. You had your chance. You had your chance to wipe out that wretched family and you failed. Doesn't matter. There's still time. We can still come out on top. Past is the past. Let's just look to the future, shall we? Ik heb het kaartje wel zo van het je. Death takes many forms. It could mean change, transition, transformation. Often interpreted as a beacon for the hopeful. In your case, it means... well, it just means death. Ja, Safanatje. The sun. The vitality of a new day. There's still time to wake up to the warmth of a night survived. Your choices, your actions, your very life hangs in the balance. It's up to you. Slokje voor Damien. Find your path in the darkness and see the sunrise once again.
We weten natuurlijk al wie die vrouw is. En daar gaan we zo meteen achter komen, chat. Binnen nu en 5 minuten. Judgment. The bells of judgment cry bloody murder. Or do they? The fury of a hatred earned. A fate deserved. Likely. But he may have his uses. Though he won't forgive. He won't forget. How did you get this? Where did you find this? Zoiets, toch? The Hierophant. Where did you find this? Where did you find it? This shouldn't be here. He's been through enough pain. No, no, no. My poor boy. You see what they did to us? Dit is wel echt grappig gedaan. Elisa, die vrouw heet Elisa. En dit is 6 jaar geleden. No. No. My little boy. What have they done? What have they done? Ah! Oké, we kunnen dus hier rondkijken. Vet leuk. En dan zien we daar rechts iemand liggen. Silas the dog boy. Zo zielig eigenlijk. Silas, my boy. Tjaal, die man. Succes, Wesley. Ik weet niet, maar dat ga ik in een andere let's play proberen. Ik ga in een andere let's play die speer ook gewoon laten vallen. Hier beseft ze dat haar zoontje nog leeft, dat Silas nog levend is. En wat ze net op haar gezicht deed, ik weet het nu ook waarschijnlijk, is weerwolvenbloed. Als een weerwolf een Mommy's andere... Coming, Silas. Oh nee, sorry, dit is een roze tandpasta. Coming, Silas! Of ketchup, inderdaad. Nee. Weerwolven kunnen elkaar ruiken en dan vallen ze elkaar niet aan. Dus dat is wat ze op haar gezicht smeert. Zo vet, hè? No, no, no. My poor boy. You see what they did to us? How they hurt us. He's out there still, all alone. Each full moon they hunt him, armed with silver, trying to put an end to a curse they inflicted upon themselves when they set my show ablaze 6 years ago. Stupid children. Little Silas. My little white wolf. He must be protected. He must not follow this path. Ik geloof haar gewoon niet. You understand? Remember how I've helped you all this time?
Sorry, Tobias, Jan. Ik lees Remember niet alles. Remember how much I've done for you. Ja, weet je, ik weet dus dat we inderdaad nu Silas gaan opzoeken en dat we, denk ik, Silas kunnen doden. Nou, weet ik wel bijna zeker. Oh, wat, Max? Zo, dit hebben we ook nog nooit gezien. Wat? Oh. What the fuck? Why am I on top of a fucking tree? Wow. Laura! What? How the hell am I gonna get down? Oh! Asked an answer. Oké, ik heb spoilers in de chat dat ik niet moet zwemmen. Fuck. Ja, oké, dan weten we dat. Maar goed. Where the hell am I? Oh ja. Maar ja, dat was te verwachten. Ik had... Dit is de eerste spoiler voor mij. Dat jullie zeggen dat ik niet moet zwemmen. Zwemmen is overrated. Ja. Zwem is toch overrated, jongens. Fuck dat. Where the hell are my clothes? Oh ja, die heeft natuurlijk Emma. Of ja. You gotta be kidding me. Okay. Gotta find Laura. Zo, wat dik hoor. Woe! Pussy be dripping, jezus. Ongelooflijk. Totally should have just gone to the Harbinger Motel. Hottie! Woe, 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 woe! Oh, wow. Nou, we kunnen dus hier ook naartoe lopen, toch? Of niet? Of wil ik dat niet? Want hier is niet zoveel, of wel? Nee, fuck die kant. We gaan de andere kant wel op. Ik weet sowieso dat hier geen tarotkaart is, want de laatste tarotkaart is bij Caitlin en Dylan te vinden en niet hier, dus ja. Oh, wow. Oké, dit is wel echt grappig. Rechts? Is hier rechts iets? Hier rechts is toch helemaal niks? Ik heb net een kampvuur gezien. Dat was het. Ja, dat Gert-Jan... Gertje Nederland, dat was een kampvuur. Terug? Nee, dat is een kampvuur. Moet ik dit nou echt gaan bewijzen? Tjonge, jonge, jonge, jonge. Slokje water voor Il Gamercurl. Hier is een tip. Dat is een tip van een kampvuur. Dat hebben we net gezien. Dat is die matchbox. Aan het einde van de stream, Sean. Ik speel nu voor het eerst met Max. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat is voor mij ook allemaal nieuw. Hoeveel gameplay heb ik gemist doordat ik Chris niet heb neergeschoten? Dat is echt bizar. Oh, hier is iets. Een pet! Een petje! She must have come back. Of ik trek het internet eruit. Nee, dat mag niet. Dan word ik echt heel boos. What the fuck is dit? Waarom dachten ze dit is goed om te doen? Wat is dit? Zo, hé, wat een mooi boy. Woet, woe. Jongen. Zeemandrip. Ja, echt wel.
Oké, jullie zeiden dus niet zwemmen. Sjaan. Nee, ik geloof het niet. Ik ben echt bang inderdaad dat zwemmen iets gaat gebeuren. Er zijn zoveel mensen die niet zwemmen zeggen. Dus we doen wel blijven. We doen blijven. En nu zijn we waar het in mijn let's play verder ging. Gaan we nou nog naar Silas toe of niet? Hoe zit dat? The table, help me. Okay. Well, can't get much worse than it already is, right? Nou, hier moeten we shit halen. Just like the cartoons. It's been off and on all night. Gives us a little time. How do you figure? They don't like water, remember? Right. Right. Oh, we should have just been swimming in the lake all night. And die of hypothermia? No. All right, well, we're good now. Ging Max dan That's not over yet. These fuckers know we're in here. And they're coming back first chance they get. Great news. Okay. All right. We gotta get a vantage point. Zou Max doodgaan door onderkoeling? Chat, ik ben een luie streamer. We gaan even zitten. Het is niet eens zo ver, maar het is inderdaad koud en 's avonds. Dan was het waarschijnlijk wel heel heftig geweest. Oké, we gaan hier gelijk naar boven. Ik kan me niet herinneren dat hij beneden nog hint. Oh jawel, we hebben hier in die keuken die hint. Hij kan niet tegen water toch? Nou, hij is geen weerwolf meer, maar er is wel andere shit gaande. What the heck is this? I'm a happy, happy bunny! I'm a happy, happy bunny! Ja, dat raam doe ik ook nog even dicht. Dat heb ik toen ook gedaan, inderdaad. Ja, zou dat werken, een waterpistool? Iemand in de chat die zegt, had hij maar gewoon een waterpistooltje meegenomen in plaats van een shotgun. Zo'n super choker. Zo van, yo, fuck jullie allemaal. Psh. Better, better. Nou, voor de rest hebben we hier alle hints al gevonden, dacht ik. We moeten gewoon naar boven toe. Ja, gewoon naar boven toe. Niks aan het handje hier. Dit huis doet me ook heel erg denken aan het huis van Until Dawn. Ik weet niet waarom. Nou, laten we dat maar doen. De laatste keer heb ik er ook alle hints gevonden. Krakingen. Wat zijn krakingen? Weet ik niet, Groothoofd. Ik heb wel iets gelezen ook. Ik heb wel een klein beetje dingen gespoild ook voor mezelf toen ik hier een beetje onderzoek naar deed. En dat is dat een van beide een weerwolf moest zijn om een bepaalde keuze te overleven. Maar bij mij zijn ze beide niet geïnfecteerd. Dus dat gaat nooit lukken. En we hebben natuurlijk in plaats van de balk het raam. Je hebt een naam voor een grote face. Dus wat, je bent Mr. Aegis' brother, ik guess? Who? The big dude from earlier. When you and Ryan went to the radio hut. Mr. Aegis' brother, I guess? Right. Er is namelijk inderdaad iets met een keuze bij de vriezer. En dan kan je er iets in gooien.
Ik weet het, het is heel stom dat ik dat allemaal weet, maar dat is gewoon zo. Ik kon dit niet meer spoilervrij krijgen, dat moet ik eerlijk zijn. Dat is gewoon omdat er zoveel van die verhalen zijn. En Shania, die heeft de Let's Play van The Red Brat gevolgd. Er zijn zoveel keuzes allemaal, ja. Jeez, I'm seeing really struggling if they're begging for a dollar. Isis, ik ga je nu ontslaan. Sorry, maar dit kan echt niet, nee. Nee, hoe is het met jou, Isis? Alles goed? Nou, we gaan nu proberen stoppen met spoilers. We kunnen ook nog langs het raam straks buiten. Ik weet dat dat voor mij ook een keuze is die je kan overleven. Dus ja, uiteindelijk heb je dat allebei. En hier heb je ergens die hoge priesteres. Hupsakee. Zoals jullie nu kunnen zien, heb ik nu bijna alle... Oh, wacht, ik heb fout. Bijna alle... tarotkaartjes, behalve in de eerste chapters. Dat was natuurlijk toen ik het voor het eerst ging spelen, dat ik nog niet echt alles precies wist te vinden. En deze hebben we gewoon gemist. Maar voor de rest heb ik alles in de laatste gevonden. We missen er maar 5. Dus dat is wel heel, heel lief. Heel nice en zo. Voor de rest waren hierboven van mij aan deze kant geen hints, behalve de rotkaart. En aan de andere kant had je echt 3... Wat doe jij daar? Dylan? Dylan? Dylan, what the fuck doe je? Dylan is bezeten, chat. What the fuck? Holy shit, nog een subje erbij ook van dat weird Tim. Dankjewel, joh. Ik denk dat Dylan bezeten is. Dylan, moeten we schieten? Chat, moeten we schieten of niet? What the fuck? Wat is dat? Oké, AI gaat fout. Dylan? Dylan.exe stopt working. Ja, maar echt, hé. Hey. What the fuck? Kijken of hij meekomt als ik naar beneden ga. Dylan? Gaat Dylan nu serieus de hele tijd daar vastzitten? Stel je voor, dit crasht je hele game. Ja, stel je voor... dat als we nu straks verder gaan, dat we inderdaad keuzes krijgen... dat dat gewoon nu alles verneukt. Dat zou wel een goede F in de chat zijn, ja. Maar nu leeft hij nog. Als ik hier moet kijken, dan... Nee, wacht. Ik ga eerst nog even de andere shit doen. Kijken of hij daar gewoon blijft. Ik vind het wel grappig. Hier was ook ergens een hint, toch? Of niet? Hij is een hand aan het zoeken. Ik denk het ook. Hij loopt er nog steeds. What the fuck? Mag ik een F in de chat voor Dylan? Dylan.exe stopped working. Zeer teleurstellend. Dit kan niet meer, jongens. Dylan is dood aan de overkant. Hij loopt tegen de muur aan. Oké, okay, laten we eens kijken wat er gebeurt als ik hier een hoe heet het pak? Een clue. Had ik trouwens al Dead Weird Tim bedankt. Dankjewel voor je tier eentje. Wat echt enorm gebeurd. I remember Mr. H's cheesy ass announcements. Whoa. Oh. Careful with that. That's a camp relic. Dylan is weer terug. Dead anyway. Dylan is weer terug. Yeah, Dylan is weer terug. Yeah. Yeah, welkom terug, Dylan. Het is met alle liefde gegeven. Dankjewel. Geniet van je kroketje en je supje en alles. Where have I seen this emblem before? Wat is die inscriptie? Dat is toch... Oh, van Bobby Hackett. Dat was ook zo. What is it? A ring with a crest on it.
Oh, very fancy. You can never pull it off. Sorry. Oh, succes Isis. Met mij gaat het ook goed. Superleuke stream tot nu toe. Ik hoop dat alles nog een beetje goed gaat komen met ja, dit verhaal en zo. En ja, succes met je verhuizen en onderverhuren en alles. Trail cam footage. It's like they're looking for something. Yeah, in Chris's surveillance room. He's storing all the footage. I think he might be right. Er gaat een heel stuk nieuws zo meteen komen, Isis, als het goed is. Hoe krijg je die kroket? Uitroepteken abonneren op Twitch. En mocht je nog op YouTube kijken, like de stream. Ja, heel belangrijk. Abonneer op mijn kanaal. En ik lees alleen maar de Twitch chat. Twitch is veel beter en zo en alles. En YouTube is puur voor archief. Kick it before camp starts. Hindsight. Sounds about right. We have a camp mascot? Well, no, slokje voor Matske. You didn't hear? Hear what? He died before we got to camp. Bummer. Bummer. Nou, top. Caitlin is trouwens wel echt klein. Vergeleken met Dylan. Ik vind Twitch beter dan YouTube qua gewoon het streamingplatform. Ja, Twitch is nou natuurlijk ook wel een beetje soms wat controversieel met al zijn shit wat ze uitbrengen. Dat alles niet heel lekker gaat. Maar gewoon... Het werkt fijner, vind ik, dan YouTube. Dat is eigenlijk het grootste verschil. En omdat ik hier gewoon mijn community heb zitten en heb opgebouwd. En het is sneller. Twitch de backend is beter dan YouTube, vind ik. En hallo, Razer. How long has this guy been here? En wie is dit? Dit is de grote, overheersende, vorstelijke olieverfschilderij van Septimus Hackett. En neemt een ereplaats in aan de schoorsteen van het jachthuis. Wat een gast. Ik heb ook bijna ook alle Hackett geschiedenis gevonden. Echt ziek. Echt bizar. Ik heb alleen in het begin heb ik heel veel gemist. Caleb besmette zowel zijn vader als zijn zus 6 jaar geleden, enige tijd nadat deze foto werd genomen en nu is hij de enige nog in leven. Ja, ook een beetje zielig. Septimus Hackett runderboelt door de rijken van Hackett begon af te brokkelen. Hij was verantwoordelijk voor het sluiten van de groeven al die jaren geleden nadat hij zwaar in weer terechtgekomen was. Ja. De Hackett hebben deze dieren gedood met zilver nadat de weerwolf beet en hadden overleefd en besmet waren geraakt. De invloeden van deze infectie op niet-mens is onbekend, maar blijkbaar wilde de Hackett er niet achter... Oh, dus ook normale dieren werden... Een weerwolf, dat is gek. Shit, hé. A long time ago. Long enough ago that it was okay to have an oil painting made of yourself. I kind of want an oil painting of me now. We gaan nu op aanval voorbereiden, toch, chat? Ik heb volgens mij alles gevonden. Uit mijn hoofd heb ik alles gezien, alle aanwijzingen. Alle keuzes. Ik weet niet wat dit is. Dat krijgen we misschien nog. Maar hier heb ik alles zo goed als gevonden. Oké. Ben je maagd? Nee, ik ben boogschutter. 15 december ben ik jarig. Every dusk and dawn all through the summer. What doesn't kill you will make you stronger. We're here to lead the way. The mates for life are proud to say. Shout out Stratum, shout out loud. We're Hacketeers. 2 months and you never learn the words? We moeten natuurlijk onthouden dat Caitlin hier nog geen zilveren kogels heeft. Thank you.
Showtime, motherfuckers. Oh shit, dit is Jacob. Dit hebben we wel overleefd de laatste keer. Fuck this whole night. Leuke grap, Robin. Ha ha ha. I just wish I could tell you I'm sorry. More than anything. Fuck. I just wanted one more night together. Is that too much to ask for? Shit. Stop crying, you big baby. Nou. Ook niemand in de chat die reageert. What is going on out there? Should we continue on the others? No, we're safer in here. Oh, ik ga wel verder. It's nearly... Nee. Maar voor de deur of met de deur open? Voor de deur. Oh. Oh, sorry. Ook op YouTube, maar ik moet wel verder gaan. Warning. What the? Ik zo stom hoe die eruit springt. Hier rennen, want we hebben geen zilveren kogels. Oh ja, want zo'n stoel gaat ook een weerwolf tegenhouden. What the fuck was that? What the fuck? It's Caitlin. Holy shit. Well, we gotta let her in. Well, we can't. The office door's locked from the outside. There must be something we can do. Yeah, but what? Yeah, she moved it so long. Thank you. Ja, wat ga ik hier doen? Silver shells. If we can time it right, we can give them to her if she passes. Ik weet niet wat er gebeurt als ik door het raam ga. Nee, ik ga gewoon weer de balk doen. We moeten hier gewoon W spammen en dan overleeft ze. Dat weet ik nog van de vorige keer. Want die weerwolf heeft ook moeite met zijn evenwicht. Holy fuck. Holy fuck. Oh, raam, want het regent. Dat is wel veel slimmer, ja. Ja, die weerwolf is niet zo slim. En verstoppen vertrouw ik ook niet. Dan ruiken ze me natuurlijk. This way. Oh shit, zijn we weer in die kut... Oh, wat? Over here, Caitlin! Caitlin, we don't have time for that, come on. Ja, maar zij hebben die zilveren kogel. Dylan. Wat is dit nou weer?
Ja, maar jij hebt het gezien van de Red Brand. Ja, dus ik weet dat het goed gaat. Ja, maar dat is niet leuk als je dat zegt. Ook al geeft de chat ook wel halve spoilers, maar goed. Is het nu niet zo als ik... Oh, ik snap hem waarschijnlijk al. Nou, waarschijnlijk als wij naar gaan onderzoeken, dan krijgen we de zilveren kogel. En dan gaan we Caleb neerschieten. Is Caleb wel dood? En als we naar de keuken gaan en we gaan daar onderzoeken, dan moeten we dat nog zien te overleven. Ja, weet je, ik kan nu... die hele familie bij mij is toch al dood. Voor mijn gevoel is nu de optie gewoon onderzoeken. Dan krijgen we die kogels, moeten we die waarschijnlijk met een quicktime event pakken en dan schieten we Caleb neer. Dat is wat ik zou, dat is mijn voorspelling. Ik heb het niet letterlijk gezien, maar dit is voor mij wel, ik heb wel ergens ook shit gelezen. Nou, we doen het gewoon. Ik ga wel onderzoeken. Ja, onderzoeken. Ja, zie. It's silver! Hey, I'm here! Nou, snel, laat dat ding in. What the fuck? Gooi maar een F in de chat voor Caleb. Maar hij heeft toch al geen vader en zusje meer. Dus ja, een beetje zielig als hij dan nog levend blijft, toch? Fuck you. I got you, motherfucker. Dit betekent wel dat nu Dylan... Komt hij zeker aan. En hem gaan. Nou. Hij had nog een oom. Oh ja, Travis. Nou ja, laat het Travis alleen over. You got it? Yeah. Yeah, I got it. Shit, eh? Deze chapter is echt 100 keer langer als je al dit nog moet doen. Onderzoekend. Wat is er 6 jaar geleden precies gebeurd? So what exactly happened 6 years ago? There was a fire that wiped out dozens of people, and now there's werewolves and a ghost that roams the woods looking for her lost baby boy. Which I've just put together is Silas. Oh shit. It's a long story. No, it's not. There was a fire. Silas the wolf boy escaped, bit a bunch of your family. You failed to stop him. Burn. What happened in the past doesn't matter right now. It kind of does, actually. We need to know what we're up against, at least. What we're up against is a feral boy turned werewolf for the last 6 years has avoided being found. No matter what we did. Every full moon we were out there looking, every single one. Now the son of a bitch is finally here. So what we're up against is my only chance to end this thing for good. Dankjewel. So how do you even know where he is? How the hell are we gonna find him just driving down the middle of the road? Oh. Wat? 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 Moeten we niet gewoon verder rijden? Oh, dit vind ik zo kut. Dit vind ik zo kut. We gaan verder rijden. Travis!
Is dat nu Silas of niet? What the fuck is dit? He's gotta be nearby. What the fuck? Are you crazy? Is Silas niet letterlijk een witte wolf? Leeft Ryan nog? Oh. Are we there yet? You're okay. Been better, but yeah. Over here. Got some blood. Leads through there. What the hell happened back here? Whoa. This is where we went off the road 2 months ago. You're trying to decide if you should shoot me in the head right now. Go ahead. If that's what you want, I won't stop you. What? Dit is toch niet echt een keuze? Ik zou net zeggen. Ik dacht even dat dit echt een keuze Normal. Werd. I'd have werewolf's blood, cover our scent, but I'm all out, so we're high risk. We could be killed. You ready to end this? We gaan ervoor. We gaan ervoor. Let's fucking do this. Go team. Ryan ook. You go team. Travis heeft wel echt gewoon geen familie meer over, hè? Beseffen jullie dat? Iedereen van zijn familie is dood. God damn, this place has got some uncool vibes. Podcast didn't do justice. You don't know the half of it. This is where I saw her. Her? I thought Max hit her, but then I was out here and she was something else. Who? The woman. The old woman. She was saying something over and over again. Oh my god, she was saying Silas. No, that's impossible. Who you're talking about? I saw her too. In the run tunnels. It's Eliza Voorhees. Silas's mother. I think. Wie was ze? Aftastend. We gaan niet geïrriteerd reageren. Who was she? She ran a traveling sideshow called Harem Scarum. Came here 6 years back. She kept her son in a cage. Called him Silas the Wolf Boy. Died in a fire. Some say she never left. The Hag of Hackett's Quarry. We've been looking for Silas ever since. How did the fire start? Really? You're still hiding stuff now? You blew half the head off my niece, Kaylee Hackett. One of the kindest, gentlest souls to ever walk this earth. Aww. All she wanted to do was help that little boy. Locked in a cage by that freak show witch. What did she do? She just wanted to help him. Travis. She convinced Caleb to start a fire. It was just a distraction.
as May Bales. Give him enough time to get Silas out of his cage and give him his freedom. That's not what happened. No. Because within minutes, everybody was dead. You ever see Hayburn? Liza? Whole crew? Kaylee managed to get Silas to freedom. But Caleb got bit in the process. Ja, we zouden Caleb gewoon kunnen doden. Oeps. 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 Beschouwend, doen we maar gewoon. Even in de chat voor Caleb. That's why you've been hunting him. Silas, I mean. Every full moon for 6 fucking years. Some hunter you are. Ja, 6 jaar is wel lang aan het jagen inderdaad. Wel een beetje matig. This is all that's left. Jesus Christ. Man. Any sign? Negative. Damn, I never saw any of this. I didn't even know this was here. Waar gaat hij heen? Ryan? Shit. I'm sorry, that was... Close. We must be close. Did you both see it too? Kind of wish I hadn't. Same. Wat was dat ook? What is it? Silas, the dog boy. That must be it. Careful. Ligt hij bij zijn kooi misschien? Ligt hij bij zijn kooi? Oh my god, wat? Fucking Jesus Christ. My god. Nee, ik ga gewoon schieten. Hij is het probleem van alles. What are you waiting for? Shoot, you stupid girl! Shoot. Please, let's just go before we have to see him like that in human form. It's too late for that. Echt? Dat was hem. Dat was het. I bet you think you have it all figured out. I bet you think you're fucking clever. Yeah. I tried to help you. I tried to warn you. I even started to like you. Not now. Not after this. I will not forget what you made them do to my Silas. I've been with you all night. And I'm not about to stop now just because the night's come to an end. No.
Whenever you hear a noise in the dark, a whisper from the shadows, the breath on the back of your neck, that's gonna be me. I'll be there. Now I will never leave you. Sick. Dat was nog wel een interessant stukje. We hebben nog met Max gespeeld, maar hoe krijgen we Max naar de overkant dan? Dit was hem. Rough night. We hebben iedereen levend gelaten nu. We hebben iedereen... Nou ja, van de tieners. What the fuck? Ja, omdat Silas toen niet in de buurt was, Sean. Dat is het verhaal. Silas is 2 maanden weer weg geweest. Die gaat door meer gebieden. Max in leven. Max was eindelijk genezen van de wereldvloek toen hij en Chris Hackett met een zilveren patroon neerschoot. Jup, dat hebben we gedaan. Bobby overleden was verzwakt door neergestoken door Ryan. Dus kon zichzelf niet verdedigen tegen Chris. Oké. Chris ook overleden. Hij werd gestoten door zijn favoriete kampleider, Ryan. Ah. Constant is ook dood. Dat was ook misschien niet heel lief. Yedaya is ook al. Yedaya werd gewurkt door een gewraakzuchtige Laura. Kaylee is overleden. Vervloekt met Wilf. Ja, werd neergeschoten gedood door Laura, die haar aanzag voor Wilf of Chris. Jacobus Kus is in leven. Nadat hij met Jacob uit de kelder. Hij werkt alleen op de redding. Oké, nice. Nick overleefde de nacht in Wilf. Neer te schieten in de kelder. Toen Laura Silas. Ook leuk. Het gaat veel te snel. Heb ik ons gewoon nog geïnfecteerd en ik weer vanuit de winnaar van bereikt. Emma is ook nog levend. Emma ontsnapt ongebeten van de eiland dankzij de keuze naar geld gaan in de bankruimte van Chris Hackett te overleven. Leven leggen. Nacht. Hey, Dylan nog in leven! De niet geïnfecteerde Dylan zocht een toevlucht in de keuken toen Kaylin ervoor koos om de zilveren patroon te pakken. Kaylin vermeent de infectie op de sloterij, dus was een smakelijk doel voor Will Caleb. Ze slaagde erin neer te schieten. Kaylin alleen. En als ze in de jachters hadden bereikt via de schouder van Emma en Kevin Girl, daar ze om Kaylin gegeven aan en zijn laatste gegeven om deze Caleb doden. En Travis. Travis herinnert zich Laura's genade in de cel en door dan niet in Hackershuis in plaats van Lisa Lyon en het beste rijden op. Dat gaat veel te snel. En Ryan nog in leven. Ja hoor. Ryan zit in Laura's weten waardoor hij genas van zijn steekwond en haar... Sick! En Laura in leven. Laura koos voor Travis niet neer te schieten en zijn dat... Waarom is die tekst zo snel? Silas. Dood. Ja, Chris was inderdaad toen ook alweer wolf. Maar Chris die wist het van zichzelf, waardoor hij gewoon wegging. En die kampen, die waren voor mij steeds, ja, tussendoor. Dat was hem. We hebben hem uitgespeeld op een fijnere manier. Ik vind het een mooi einde. Ik ben er tevreden mee. YouTube, Twitch, dankjewel voor het kijken. Deze fucking lange outro, die duurt echt veel te lang. Die gaan we niet... Wat is dit? Hallo, Kraai. Mag ik een clap in de chat? Psycho teens, ik wil een clap in de chat voor Melvin die iedereen levend heeft. Ja hoor, het is gelukt. We did it. We did it. Ook een applaus voor de... We did it. Applaus voor de Kraai. We hebben het gedaan, dames en heren. Het spel uitgespeeld. Corvus even aandacht. Alle paden zijn hier nu vertooid. Hé, we hebben 1 pad niet. Wat? We hebben 1 pad niet. Wat is dit nou weer? Nou oké, we hebben nog genoeg te bekijken. We hebben nog genoeg aanwijzingen te vinden in de eerste chapters. Ja, we gaan dit sowieso nog een keer spelen. Ja, bedankt voor het kijken, denk ik. Terug naar het hoofdmenu. Ja, deze outro die kan je op mijn YouTube-kanaal vinden. Ik heb deze hele shit-ding, heb ik hier, wat die gezegd wordt, dat is een podcast. Die kan je online vinden op mijn YouTube-kanaal. Als je even goed zoekt, staat die verborgen. Dus ja. Melvin, wat vind je van stand-up comedy? Ja, wel leuk. Er zitten wel een paar goeie tussen. Nou, we gaan terug naar het hoofdmenu. En ik bedank jullie voor het kijken naar deze stream. Ik ga niks anders doen. Het was puur en alleen om te kijken of wij iets betere keuzes konden maken tijdens ons avontuur in Hackett's Quarry.
We hebben het gedaan. We hebben superleuke mensen gehad in de chat. Superleuke eindes. Ik ben er echt heel dankbaar voor. Shout aan iedereen die er was. Oh, slokje voor Demi. En nog een deep dab. Ja, we doen nog de deep dab voor Sjaan. En een roelenracer en alles. Maar goed, het was inderdaad heel gezellig. Ik vond het echt heel leuk. Ik ben blij dat ik dit heb gedaan. Na mijn vakantie op naar Jordanië, halverwege juli, ga ik nog een keer de quarry uitspelen. Maar dan met wat andere keuzes en zo gaan we een beetje kijken wat daar nog mogelijk is. Dat is een beetje mijn idee. Dat gaan we proberen. Ik denk dat dat wel te doen is. Dus dat wordt een beetje het plan. Dat wordt denk ik een beetje het plan, mensen. Ja. Doe dit opnieuw, maar dan alleen rechter- of linkerkeuzes. Ja, er zijn nog genoeg dingen die we kunnen doen. Maar nogmaals, bedankt. We moeten nog een deep dab doen. Voor de mensen die op YouTube kijken, op Twitch kan je met punten dingen kopen, zoals een slokje water en een deep dab en zo. Dus dat wordt superleuk en dan gaan we daarna inderdaad Manon reden. Is wel leuk. Oké, komt-ie. Een deep dab. Dit is echt cringe. Dit is een vlekje. Panda. I got broads in Atlanta. Nou, dit staat nu ook op YouTube voor altijd. Ja, we gingen eten en toen kwam er een vlekje. Mooie vlek, hè? Prachtig. Ja, dit waren je punten wel waard, Sjaan, denk ik. Maar goed, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Bedankt voor de duimpjes omhoog, bedankt voor de support op deze Let's Play. We gaan het nog een keer doen. Bedankt voor de subjes, de donaties. Holy shit. Even een speciale shout-out naar Bolverkoper. Like, what the fuck was dat, gast? Ik weet niet of je er nog bent, maar dikke shout-out naar jou met al je subs en zo. Holy fucking shit. Dat was echt super lief. En bedankt allemaal voor deze super duper uper leuke stream. Ik ben blij dat iedereen leeft. Niet op de manier hoe het misschien had gemoeten. Maar goed, we did dit op een bepaalde manier waarmee we toch wel kunnen leven, denk ik. Bedankt voor het kijken. Geniet van je avond. We gaan op Twitch gaan wij nog iemand raiden. Die heet Manontje. Voor de mensen die Manontje niet kennen, want we hebben heel veel nieuwe kijkers. Manon is iemand van mijn community op Twitch. Heel vaak actief en ze streamt zelf ook. En ze is voor mij nu zelfs live. Ik ga het even checken en dan gaan we dat raiden. Krijg je altijd punten voor. Superleuke streamster. Support haar even. Zou ik leuk vinden. Ze gaat heel erg schrikken van de aantal kijkers. Maar ga er lekker naartoe. Shout aan iedereen. YouTube, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de duimpjes omhoog. Bedankt voor alle subs, dingen. Ik vind het superleuk. Shout out naar jullie allemaal. Heel veel liefde naar jullie. En bedankt. En een fijne avond. Ga even meereden. Gooi even wat melfelletjes daar in de chat. Wat hartjes in de chat als je daar naartoe gaat. Doe haar de groetjes. Kijk even. En mensen, dit was hem. Ik ga doei zeggen. Nu echt. Zoveel mogelijk kijkers naar Manon. Doei!